Ik ben Rachel. Welkom in mijn huis. Kom lekker binnen. Dit is mijn huiskamer. Ja, ik heb wel een beetje een vast plekje. Mijn zusje eigenlijk ook. En die ligt de hele tijd eigenlijk zo. Ja, ik heb dan eigenlijk dit deel. Maar voor de rest spaar ik bolletjes. Wie er nog bolletjes heeft, ik neem ze aan hoor. Ik heb dus ook nog een piano. Ik heb pianoles gezeten. En ja, ik ben er afgegaan omdat ik het toch niet zo leuk vond. Oké, genoeg. Let's go. Hier computer ik vaak. Nee, dat is niet erbij. Iedereen accepteren, want het is natuurlijk fanhuis. En net jarig geweest, de 16e. En daar krijg ik heel veel leuke berichtjes over. Dat allemaal gefeliciteerd en zo. En dat vind ik wel heel leuk. Iemand wilde dus chatten. Volgens haar hoopt ze dat ik officieel gaat winnen. Dus wel heel positief. I feel like everybody's standing around me watching me now. We gaan zo lekker wieën met Shannon. Niet te veel, hè? Mag ik? Ga zo eten. Mijn moeder is even broodjes halen en ik ga nou met mijn zusje wieën. Dit is Shannon, mijn zusje. Dat is heel lief, hè? Ik heb gewonnen! Ik heb gewonnen! Yes! Doe gewoon de andere. Waar ik beter in ben. Ja. Zo gaat het dus eigenlijk een beetje elke dag. En nu gaan we naar de keuken. Dit is dus de keuken. En hier staat meestal mijn moeder. Lekkerste gerechten zijn lasagne, bami en macaroni. Dit is dus onze koelkast. Ja, voilà. Voor de rest staat er niet zo heel veel bijzonders in. Maar de kast erboven is nog leuker. Sam! Kom! Volproppen! Ik slaap op zolder, dus daar gaan we nu naartoe. Dit is dus mijn kamer. Dit is mijn tweepersoonsbed. Ik en Shannon slapen nu samen in een kamer. Ik sliep eerst op mijn eigen kamer, alleen toen kreeg Rachel een tweepersoonsbed. Dus toen wou ik lekker bij Rachel gaan slapen. En daarna mochten we in de zomervakantie. En in de andere vakantie mochten we lekker de hele vakantie bij elkaar slapen en nou is het eigenlijk zo gebleven. Ik heb echt een tassentik. Ik ben echt verslaafd aan tassen. Deze heb ik gisteren nog gekregen van een vriendin. Hierachter liggen nog een heleboel tassen. Nou, ik ben fan van Jenna. En ja, ik heb ook rood haar, maar dat ligt niet omdat zij dat ook heeft. Rood was gewoon mooi. Voor de rest ben ik ook nog fan van Beyoncé en Nicole Scherzinger. De Pussycats zijn uit elkaar en nu vind ik wel dat ze hele leuke liedjes maakt. En ik ben voor de rest ook nog fan van onze Nederlandse Glennis Grace. Nou, dit is mijn bureau. Er hangen een heleboel dingetjes aan de muur. Dit was Max, dat was mijn oude hond. Die is nou 2 jaar geleden overleden. En ja, dat was echt mijn beste vriendje. Toen was ik nog klein. Echt heel klein. We hebben meegedaan aan Wow Got Talent. Dat is een talentenshow met carnaval. En dat wordt hier elk jaar gehouden. En in 2011 heb ik daar ook aan meegedaan en toen heb ik de eerste prijs gewonnen. Dit is mijn uitzicht en mijn zusje springt hier vaak trampoline. Dit is mijn vaders en mijn moeders kamer. En deze van mijn zusje, bekend als de rommelkamer, maar ook als de nagelstudio. Nou, gooi ze er wat overheen, zou ik zeggen. Ik ga breeknagelakkoopjes naar toe. Eindresultaat? Alleen de pink is nu het beste gelukt. Wat jullie nu gaan zien, wordt eigenlijk niet tentoongesteld. Maar dit is mijn inloopkast. Ah,
Ik heb heel veel kleren. En mijn stijl is toch ja, een beetje stoer, maar ook een beetje ja, girly, meisjesachtig. Heb ik ze? Nee. Niet liggen. Jullie hebben alles wel gezien. Nou, doei.